Welkom op het Carmun College. We zijn een brede scholengemeenschap met MAVO, HAVO en VWO. We onderscheiden ons door ons beta-profiel. En dat zie je door de beta-designstroom in de MAVO, het technasium in de HAVO en het science-technasium in het VWO. En daarnaast zijn we ook een kunst-, media- en cultuurprofielschool. En daardoor gebeuren er prachtige dingen op onze school. Dingen waar we trots op zijn, zowel onze leerlingen als onze docenten. Wat ik heel erg leuk vind op het Carmun College zijn natuurlijk de leerlingen. De leerlingengroep is heel divers. Over het algemeen vind ik dat wij echt ontzettend leuke leerlingen hebben. Wat voor mij heel belangrijk is, is de sfeer. De sfeer is geweldig hier. Dat heb ik zelf ook ervaren, want ik ben zelf oud leerling van deze school. Dus toen ik eigenlijk de kans kreeg om hier terug te komen werken, toen had ik zoiets, nou waarom niet? Gaan we gewoon doen. Deze sfeer, gewoon als je binnenkomt, die gemoedelijkheid, die vond ik echt onwijs fijn. Nou, wat ik dus probeer te doen is vooral mezelf zijn. Dat is al leuk genoeg. Nu moeten jullie allemaal zeggen, ja dat klopt. Dat is niet waar. Nou, jij krijgt ook een onvoldoende voor je volgende toets. Op het Carmun College wordt er heel veel gestimuleerd om jezelf te ontwikkelen. Verder te kijken, wat is je toekomst, waar wil je heen? Naast nog 4 uurtjes lesgeven, wat natuurlijk altijd lekker blijft, ben ik hoofdbedrijfsvoering. Een hele mooie stap, persoonlijke stap, die ik toch hier op het Carmun College heb gekregen. Je bent continu bezig met jezelf ontwikkelen, dus hoe word ik nog beter? Dus je geeft het een goede voorbeeld. Ik denk dat dat echt een Carmun docent typeert. En ze stimuleren heel veel ontwikkeling. Projecten die weer vernieuwend zijn. Vakken zoals TNT en ONO zijn heel vernieuwend. En dat zet de docenten op deze school ook wel aan om mee te denken in die soort vernieuwingen. Waardoor we eigenlijk constant ontwikkelen. Ben ik enthousiast, jongens? Ja, heel enthousiast. Maar waarom dan? Omdat ik altijd vrolijk ben. Ik ben altijd vrolijk. Want als je gewoon alleen maar vertelt, dat is niet genoeg. Je moet enthousiast kunnen vertellen en ook een beetje zelf gewoon contact hebben met de leerling. Wat ik heel fijn vind aan het Carmun is dat wij de ruimte krijgen om leerlingen die ruimte te geven die ze nodig hebben. We zijn ook echt een school die op zoek is naar niet wat gaat er niet goed, maar merk jij wat er niet goed gaat en hoe ga je daar in het vervolg mee om? En hoe ga jij leren van je eigen gedrag? En dat vind ik heel sterk. En ik denk dat ik dat zelf gemist heb toen ik zelf op school zat. Ze zijn er zeg maar echt voor je. Dat is wel heel fijn. Je kan niet zijn wie je wil zijn en iedereen accepteert je wel. Er is wel zeker denk ik wel een vorm van wederzijds respect tussen de leerling en docenten. Ah, ja. Op deze school, denk ik wel. Je kan ook over praten over dingen. Dus je hoeft niet bang te zijn om te zeggen. Als jij met hart en ziel voor de leerlingen gaat, als je weet dat je goed bent in je vak, als je een open en onderzoekende houding hebt, dan pas jij bij het Carmun. Doen wat je belooft, dat is ons slogan. En we nodigen je van harte uit om mee te doen. Doe het gewoon. Kom praten. Kijk wat de mogelijkheden zijn. Als je hier eenmaal werkt, wil je hier gewoon niet meer weg. Want het is gewoon leuk.